We staan vandaag ergens in Nederland in een verlaten klooster. En we gaan hier even rondkijken. Ik ga de camera voor jullie draaien. En dan hoop ik dat we een heel mooi nieuw avontuur kunnen starten. Nou, ik hoor wel stemmen hier. Hallo, Urbex? Oké, daar. Hoi. Hier lijkt dat het lampje nog brandt. Hoi. Kijk, hier hangt gewoon het licht nog. Dit had ik eigenlijk even niet verwacht. Dat de lampen gewoon nog branden. Huh? Wie zou dat? Hier moet je kijken, joh. Wat een groot gebouw, gek. Nou, ik ben jij wel weer kwijt. Er is al een beetje water op de grond. Ja. Vertrap, de lampen branden gewoon nog. Ja. Hier naar boven staan een paar en... Ja. Die komen wel ergens bekend van voor, maar... We maken foto's, denk ik. Er zijn al flink wat spulletjes, hier gaan we ons flink van maken, denk ik. Als we er niet uitgehaald worden. Ja, dan liepen er ook nog allemaal andere mensen aan die kant. Zijn hier dan de lampen? Dat zal nog wel weer niet. Orgeltje. Alle bankjes. Ik zag met een lekker zitkussentje. Dit is maar een bankje voor één persoon. Dat is wel gek. Kijk hoe groot en hoog dit dan ook weer is. Zo, die gaan ook helemaal knettergek. Boeklamp. Ja. Ja, dat denk ik wel. Oh, hier is de hele meterkast. Meterkastje. Bezig, liggen allemaal nieuwe isolatiemateriaal. Ik denk dat we ook gewoon net weer op tijd zijn hier. Oh. Hier stond ook gewoon een deur open. Zo.
lijkt allemaal wel nieuw, joh. Ik denk dat ze echt op tijd zijn. Net op tijd. Net mazzelen. Hier ook weer zo lang gegaan. Moet je kijken, ook met die bogen zo mooi. Heel vet. Bizar. Dat die vroeger allemaal nonnetjes liepen. Priesters. Nou, hier is het oude isolatiemateriaal. Je kan gewoon een heel rondje maken als je wil. Oh, dat is nog goed aan het strippen geweest. De trap naar de orgel. Er zijn ook altijd best wel veel fietsen in de klooster. Ik viel me de vorige keer ook al op. Misschien ook wel naar het kerktorentje, hoor, dit. Ik heb eigenlijk geen idee. Even kijken of er geen IBS omheen loopt. Politie. Oh, je kan niet nog hoger. Oh, je kan ook meteen naar het klokkentorentje. Orgelpijpjes eruit geslagen. En voor iedereen die het wil weten, zo ziet een orgel van binnen eruit. En dan nu een reclame van onszelf. Wist je dat meer dan 77% van de kijkers niet geabonneerd is? Dus ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan meteen even op het knopje hieronder. En naast abonneren kan je ook lid worden van dit kanaal. Volg het linkje in de beschrijving om mij te steunen voor meer informatie. En dan gaan we nu verder met de video. Veel kijkplezier! Voor de kerk. Dan. Oei, oei. Dat is wel een spannend trappetje. Oh, je zit hier al in de klokkentoren. Zo, dit is veel vet. Kijk dan, bel 1. Nog een trapje omhoog. De aandrijving van het klok klopt. Dat is het inderdaad. Het is inderdaad de aandrijving van de klokken aan de buitenkant van de toren. Als we weer gaan draaien, gebeurt er voor nu helemaal niks. Cool, jongens. Bijzonder dit weer. En wat
vloeren. Minimaal. Hier dan? Het is echt een niet normaal groot klooster. Hij gaat scherp stellen op de tralies. Nou, hier is het alweer. Nu weer naar beneden. Op het steile trappetje. Maar kijk, weet je wat ik net zag? Hier zitten overal luiken in deze verdieping. En hier boven ook. Daardoor kunnen ze de toren, of de klok in de toren hijsen. Deze blijft wel bijzonder, sorry. Kom je gewoon boven de kapel uit? Oh, vreemd. Hallo? Kijk, ik heb hier de touw gevonden om de klok te luiden. Nu ga ik dat niet tegen Jan zeggen, want die gaat ermee lopen kutten. Ja. Hè? Wat zei je? Oh, nou ja, als het zo nog licht is, kunnen we daar ook wel even op aan. Dat is kut. Dat is kut. Hier het pakje voor. Het heilige water. Dat is kut. Wat zei je? Ja, twee keer. Ik kan twee keer een houten trap omhoog. Ouderwets een biechthokje. Ja. Kijk dan. Ik zal een gordijntje voor. Kom je even biechten. En dan komt een dominee naar je luisteren. Ook gewoon de indeling hier. Ieder had gewoon zijn eigen zitplaatsje. Heel bizar dit. Ik denk niet dat het hier vroeger ook in het klooster zat. Nu zou ik het klooster even ontdekken. Maar het was een redelijk gestript. Als ik het zo zie. Dat is alleen maar goed. Hele de afdeling deur sluiten. Die andere gang leek mooier. Handschoenen en een douche.
zoldertje. Gezellig. Een wc-bril. Ook zo. Het moet ik helemaal gaan doen. Dat is allemaal het stoeltje van zo, zo gek. Oh, hier nog een spiegeltje. Wat de... Huh? Waar hangt die dan? Ah, ik woon hier. Ja, ik ook. En dan loop ik eerst maar door. Ja, dat klonk een beetje als een lege rookmelder. Gericht. Ik mag weer een stoel en een spiegel. Ja? Even kloppen. Ja. Cool. Zoals een dakterras. Hier. Kijk dan. Vet. Wat zei je? Waarom niet? Oh, nee. Nee. Even kijken of er nog politie is. Maar hier nooit die bel zal spelen. Zo, u bent chill honk gemaakt. Oh, het is prima voor die zwervertjes. Ja, oké. Jeugd. Als je een omgeving maakt. Ik ga ze hier ook nog vaak even, ja. Lekker met de dames. Hoger. Ah, oh, zoldertje. Dat is jammer. Hé, dan zijn we gewoon hier weer. Verdorie. Zo. Kapstokjes. Oh. Tegeltjes. Oh, hier is het ooit van de bewegingssensor. Oh, voor de lamp. Ik zag ineens weer een lichtje knipperen. Jezus, wat mooi. Nou, buiten nog even wat shotjes maken, denk ik, en dan hebben we deze gehad. Oh, ik kan mijn drone zo ook wel even pakken. Mijn drone. Ja, ik ben hier niet mee. Nee, leg een auto. Oh, we kunnen hier niet eruit. Dit is het binnenplaatje. Oh, dat is leuk. Ja. Een nonnenbarbecue. Huh? Ja. Vijvertjes zelfs. Vet hoor. Zag je ook de ben je zo hoog geweest dat je ook de ja, wijzers? Dat radarsysteem? Zag het aasje wel, ja. Ja, kan ik hier met de ding inzoomen? Ja, hier. Dat zagen jullie net aan de binnenkant. Het asje van het klokkenspel. Ja. Gaat de tijd dan ook terug qua licht? Oh, wat leuk. Gelijk aan terug naar 9 uur 's avonds.
Oké, mensen, dit was weer de video van deze week. Vergeet niet te abonneren, die blauwe duimpjes omhoog te doen. En laat even in de reactie weten wat jullie ervan vonden. En dat doet Jelle nu toeteren. Toet, toet. Ja, toeten. Oké. Kijken of we de volgende locatie binnenkomen. Oké, later.